verrassing, jawel, 26 augustus en hier is LM opnieuw, jawel. Gisteren de video gedropt van Wout van Aert, maar het was eigenlijk de bedoeling om die maandag al te brengen, maar het is niet gelukt wegens omstandigheden. Maar vandaag, ja, u ziet het, Europees kampioenschap, European Championship in Plouay. We gaan het gewoon brengen. Ik heb het geflikt, ik heb het in de database gekregen. Ik heb daar de database ook volledig voor veranderd. In ieder geval, big shout-out to Wayne. Dat is een man van de Pro's PCM World Community. Hij heeft de startlijst gemaakt voor dit WK. En we hebben eigenlijk Parijs-Roubaix volledig omgebouwd naar een Europees kampioenschap. Er is dus extreem veel werk in gestoken qua database-gewijze dingen. U ziet het dus ook hier een Chinees vlaggetje onder België. Ja, oké, dat komt omdat we dus teams hebben aangepast naar nationale teams. België is de topfavoriet op dit EK, toch volgens Pro Cycling Manager. Italië heeft een sterk blok met Trentin, Nizzolo en Ulissi. Nederland rekent volledig op de diensten van Van der Poel. En ook Frankrijk rekent volledig op Arnaud Demare, de man in vorm in real life. Pascal Ackermann, ja, desillusie op het Duits kampioenschap. Werd daar geklopt door Meissen, maar hij is een kopman bij Duitsland. Spanje heeft Garcia Cortina mee. Natuurlijk Noorwegen met Christophe en Bischström. En dan hebben we ook nog Portugal. Zij rekenen op Rui Costa. Dan hebben we eigenlijk de landen die ja, misschien iets minder zullen verwezenlijken op dit Europees kampioenschap. Groot-Brittannië, Zwitserland, Tsjechië, Rusland. Ja, echt sterke renners hebben zij niet naar dit EK gestuurd. Luxemburg heeft wel Drucker en Genets mee. Ja, wie weet, zij kunnen misschien wel nog iets doen. Oostenrijk, nee, geen sterk blok. Net als Polen. Zweden rekent op twee renners, Eriksen en Magnussen. Oekraïne heeft ook geen sterk blok meegenomen, net als Slowakije, waar Juraj Sagan wel aan de start komt, maar geen Peter. En dan hebben we nog Slovenië, dat met Kump de kopman afvaardigt. Zij hebben wel een grote selectie meegenomen uit Slovenië, maar de toppers zoals Roglic en natuurlijk Pogacar zijn er niet bij. Dit is de selectie voor België. Ja, ik ga het EK rijden met de Belgen. En ik kan nu ook al in een primeur verklappen, als het WK doorgaat, ga ik het WK rijden met Nederland. Voilà, mooi verdeeld. Europees kampioenschap met de Belgen, het WK met de Nederlanders. En dit is de Belgische selectie voor het EK. Vergaarde, Van Marken, Van Avermaat, Stijven, Philipsen, Naassen, Murisse en Kampenaerts. Acht namen dus. En u ziet het, Van der Poel is de topfavoriet naast Stijven en Van Avermaat. Trentin, Ulissi, Demare, Garcia Cortina, Costa, Ballerini en Cosnefroid zijn de outsiders. Deze jongens worden uitgelicht in het Europese magazine. Matteo Trentin voor Italië en Jasper Stuyven voor België. We gaan eens kijken wat het hier gaat worden in Plouay in Frankrijk. Gisteren nog de Bretagne Classic gereden dat gewonnen werd door een Australier, Michael Matthews. Ja, die mag natuurlijk vandaag niet aan de start staan, want dit is een puur Europese gelegenheid. Oké, niet alle landen zijn er. Bijvoorbeeld Denemarken heeft geen selectie naar de TK gestuurd. Ja, een vreemde keuze, vreemde zet, maar daaraan kan je dus zien dat niet alle landen er zijn. Ik zei ook in het begin dat de startlijst dus door Wayne is gemaakt. Die is bijna volledig compleet, maar er zitten een paar landen niet in de database. Dus daarom is het ook geen volledig complete startlijst. Maar alle toplanden hebben perfect de renners hier aan de start staan. Die ook in het echt vanmiddag aan de start zullen gaan staan natuurlijk. Anderzijds moet ik ook nog een shout-out doen naar Barna. Hij heeft deze kortere versie van de Plouay gemaakt. Dus een rittenmaker is hij. En hij heeft een prachtige versie gemaakt. Bijna exact dezelfde aantal kilometers dat ze vanmiddag in real life zullen gaan afwerken. Dus ja, super, super, super. Thanks to Barna en Wayne. De mannen van de PCM World Community. In ieder geval, wij zijn momenteel aan het aanvallen met Kampenaerts op dit EK. Er zijn er een paar al weggereden en we hadden normaal de aansluiting. Maar ik zie dat we momenteel in de tweede groep zitten. Dus ze zijn terug aan het aanvallen voorin. We gaan zo meteen naar daar nog even de kopmannen goed zetten. En voor alle duidelijkheid, dat zullen vooral Naassen en Stuyven worden vandaag. De mannen met de goede dagvorm. Krijgt Van Avermaat, de kopman normaal voor dit Belgisch blok, is minder in vorm vandaag. Ja, min 3. Daarmee gaan we het niet redden. Nee. In ieder geval, Kampenaerts is nog aan het zwoegen. Probeert naar die koplopers toe te springen. Het zijn er 3 momenteel.
Het is een maatje van Noorwegen. Ik zie ook een Zwitser, dacht ik. En een man van Slowakije. Voilà, Murisse gaat Van Avermaat beschermen vandaag. Van Marke neemt de bescherming van Stuyven op zich. Ja, en Naassen wordt beschermd door Van Gaarde. Van Gaarde een beetje, ja, een verrassing in deze selectie. De man van Alpes in Phoenix heeft geen wonderbaarlijke resultaten verreden dit seizoen. Maar oké, het is zeker en vast geen slechte renner. Jonge man nog. Dus daarom is hij geselecteerd voor dit EK. En dit is de kopgroep momenteel met Waarstaat. Selig zit er ook in. Baska. Jacobs hadden we ook nog gezien. En deze mannen proberen er naartoe te rijden. Ja, zes man. Met onder meer een Spanjaard die de forcing voert. Maar daar ziet u de Italianen controleren. Boaro doet zijn job. Werken voor Ulissi en Trentin natuurlijk. En hier zitten we even met problemen met Philipsen. Ja, tijd om wakker te worden, Jasper. TK is al aan de gang, vriend. We zitten bijna al in de tweede ronde. We gaan er normaal 13 verrijden in dit Europees kampioenschap. 13 lokale rondes in Plouet dus. En daar zagen we ook nog Van der Leijken achterop zitten. Waarschijnlijk pech gekend. Maar Philipsen niet, nee. Die zat gewoon te slapen. Voilà, we zitten terug in het peloton. En dan gaan we zo meteen eens kijken daarvan voor wat de gang van zaken is. Ik zie dat ze nu toch allemaal samen zitten. Alle vijf de vluchters, de vroege vluchters. We kunnen nog niet zeggen wat dat echt de vlucht van de dag gaat worden. Want het is nog altijd 153 kilometer natuurlijk. Voilà, naast Stuyven zitten voorin. Die horen daar te zitten. We gaan nog even opschuiven met Van Avermaat ook. Het is wel jammer natuurlijk, min 3 dagvorm. Ja, u ziet het, veel minnetjes achter de stats. Achter Heuvel, achter Sprint, achter de renstats. Ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. En deze drie mannen gaan de sprong naar voren proberen wagen. De sprong naar dit vijftal. Met Baska, Warstedt, Jacobs, Selig en Kampenaert. Maar het lukte ook hoor. We gaan even overschakelen. En u ziet het, ze zijn erbij gekomen. Schönberger, Williams en ook nog Roussigay. Maar hier zien we hetzelfde beeld. Nederland en Italië aan het werken. Waren nog steeds op kop. Van den Berg doet ook zijn kopbeurten. En de Tsjechen zijn ook wat aan het meerijden. Ja. Vreemde keuze. Geen idee wat Tsjechië hier komt doen. En u ziet daar verder ook nog de troepen van Frankrijk zitten. De mannen van Arnaud Démare. Wat is die sterk bezig, zeg, in real life. Wat een overwinning in het Frans kampioenschap ook op de weg. Gewoon eventjes Julien. Alaphilippe kapot gereden. Oké, hij was er niet van weggereden, maar Julien kreeg de maar toch niet echt af hoor. Op een gegeven moment wel een paar meters, een paar seconden, maar de maar was ultra sterk en maakte uiteindelijk het af in de sprint. En hier zitten we bij de kopgroep. Kampenaert zit er nog steeds bij, de man met de snor. Op Pro Cycling Manager heeft hij ook wel een baard. Dus volledig behaard in het gezicht. Altijd leuk. En hier ook krijgen we een aanval. Verrassend. 80 kilometer van de streep. En de Zwitser Jacobs gaat er eens aan trekken. Aan de boom schudden noemen ze dat. Ja, Warstedt gaat mee. En we krijgen reactie. We krijgen reactie. Is het Baska? Ja, het is Baska. Die gaat reageren samen met Williams. En dan moet Kampenaert mee natuurlijk. We willen de wedstrijd wat controleren vanuit die kopgroep. Ja, het is de tactiek om niet te moeten werken achterin natuurlijk. Selig maakt ook nog de jump samen met Victor. En komen deze mannen nog terug of niet? Nou, ik denk het wel. Schönberger gaat het dichtknallen. En we zien nu ook de Spanjaarden op kop van het peloton. Ah, de Fransen beginnen ook mee te rijden. Ja, Spanje een zwak blok hè, op dit EK. Het moet gezegd zijn. Spanje zit momenteel echt wel in een dip qua talenten. Oké, je hebt daar nog wel een Valverde. Maar die is nu toch wel stilaan op pensioenleeftijd. En ik zie ja, buiten Garcia Cortina niet meteen echt grootheden opstaan in Spanje.
Henrik Maaske is een goede klimmer, maar heeft ook wel veel off-days in de bergen, moeten we zeggen. En ondertussen wordt Kampenaerts ingerekend. Oh, ja, het is daar stilgevallen voorin. Waarstedt is ook ingerekend en de andere zes zijn weggereden. Maar oké, ik heb even niet goed zitten opletten. Het is geen ramp natuurlijk, we gaan gewoon Victor meezetten nu aan het werk. Samen met Van den Berg en Boiro. Nee, Van den Berg was er daarnet af. Ja, Van den Berg heeft zijn werk al gedaan. Julius Van den Berg, ja. We zagen in Nederland ook natuurlijk weer een overmacht van Mathieu van der Poel in real life op het Nationaal Kampioenschap. Wat een overgave had Mathieu daar weer. Wat een kracht, wat een power. En oké, sommige kleppers waren er niet bij, maar ik denk dat er niemand in staat was om Mathieu te kloppen op het Nationaal Kampioenschap. En ja, wij de Belgen moeten dus wachten. We hebben een tijdritkampioenschap gehad, waarin ja, Wout van Aert natuurlijk terug naar de titel knalde. Makkelijke overwinning, zo bleek uiteindelijk op Kampenaerts. Maar voor het wegkampioenschap in België moeten we helaas nog wachten tot na de Tour. Het is ergens in oktober, als ik me niet vergis. Ja, oké. Jammer. Ik had het liever eigenlijk nu al gezien. Dan had Woutje waarschijnlijk ook gewonnen, maar zwat. We zullen wel zien in het najaar wat het gaat worden op het BK in België. En dit is momenteel een tweede groep, ja. Peloton is in twee gesplit. Daar zitten momenteel niet echt grote namen bij. Toch niet de mannen die we echt verwachten. Ja, oké, Ballerini zit er wel bij voor Italië. Die was misschien wel ergens een heel kleine outsider, maar voor de rest geen echte grote toppers in die groep van 40. En het peloton gaat door natuurlijk. Kampenaerts blijft beuken, samen met Nederland en Italië. En u ziet, het gat wordt kleiner hoor. 40 seconden nog voor de zes koplopers. En de motor van Victor slaat helemaal aan. Voilà. Hier zitten we op een van die klimmen. De eerste is de Restergal. En dan hebben we ook nog de Côte du Lézot. En Kampenaerts trekt door hoor, op deze Restergal. U ziet het gat verkleinen. En we gaan vandaag op zoek naar de opvolger voor Elia Viviani. Ja, ja. Vorig jaar werd hij Europees kampioen op de weg. Voor Italië natuurlijk. De man die nu bij Cofidis rijdt, maar hij is niet aanwezig op dit Europees kampioenschap. Voor hem zoeken we dus een opvolger. En in het tijdrijden real life we hebben we wel een opvolger gekregen natuurlijk. Met Stefan Koen. De Zwitser werd Europees kampioen tijdrijden. En hij rijdt natuurlijk voor Groupama FDJ. En alweer werd daar Kampenaerts geklopt. Ja. Net als op het BK was hij ook niet de snelste op het EK. Grote teleurstelling voor Victor. Ja. Maar een kleine troost is het wegkampioenschap natuurlijk. Dat hij mag verrijden. Zowel hier als in real life. En Ballerini, nee. Het ziet er niet goed uit voor Davide. Ik denk niet dat hij nog gaat terugkomen. Die Italianen hebben een troefje minder. Ja. Maar oké, ze hebben nog Ulissi en Trentin natuurlijk. Philipsen gaat nog wat water halen. Veel meer zal er voor hem ook niet meer in zitten vandaag. Ja, je ziet het, een goede sprint. Maar ja, oké. Die Heuvelstedt is zeker niet wat het moet zijn. En het is toch een best selectief parcours, heb ik de indruk. De selectie is zeker en vast aan het doorvoeren. Maar of dit in real life ja, stevig genoeg gaat zijn om grote afscheidingen te krijgen, ik weet het niet. We zullen het moeten zien straks natuurlijk. Philipsen doet wel zijn werk. Voilà. Water geven aan Maurice en Stuyven. Oh, en hier hebben we een valpartij. Valpartij van Selig. Ja. De Duitser valt letterlijk weg uit de kopgroep. Ja. Selig zit niet meer voorin. Nee, vijf renners nog. Maar het gat is bijzonder klein nu. De Italianen zijn de laatste meters aan het dichtknallen. En de Fransen zitten klaar natuurlijk. Maar wij ook. Met Van Avermaat, Naassen en Stuyven. Voilà. Hergroepering. 58 renners nu. En we gaan naar de finale. 35 kilometer ongeveer nog. Voilà.
De volgauto zat even ook niet op te letten. Chimalai is nu tempo aan het maken. Als je mijn Twitter-account in de gaten hebt gehouden, dan weet je ongetwijfeld dat deze Chimalai binnenkort op mijn kanaal gaat te zien zijn. Als je het nog niet weet, ja, dan raad ik je aan om mijn YouTube-kanaal in het weekend in de gaten te houden. Want waarschijnlijk zal daar de eerste aflevering van mijn Pro Cycling Manager carrière op 2020 gaan verschijnen. Maar we gaan aanvallen hier. Hè. Voilà, met Van Avermaat. Dit is nog eens die Restergal. We doen de Restergal dus twee maal. En de Côte du Lesot één keer. En we zijn aan het knallen nu met Van Avermaat. Maar de Nederlanders reageren, ja. Ja, Noorderburen, dat is niet zo vriendelijk. Hè. Kom aan, mannen. Laat Gregsken eens rijden. De Spanjaarden nu. Ja, voor Cortina natuurlijk. Ik zei in het begin ook waarom dat zij aan het meewerken waren. Ja, oké. Okay. Het is voor Cortina. Hè. Garcia Cortina. Is geen pannenkoek natuurlijk. Maar ik vrees dat ook hij het tekort gaat komen op dit parcours. Zeker en vast tegen Ulissi. En ja, Demar, als hij op Pro-Cycling Manager presteert zoals in het echt, gaat er weinig tegen te doen zijn, vrees ik. Of krijgen we een verrassing? Ja, kan natuurlijk ook nog altijd. PCM en verrassingen. Het is geen ongekende combinatie. Voilà, naast zit hier. Murisse doet zijn werk nog steeds goed. De man van Wanty Gobert. Naast natuurlijk uitkomend voor AG2R. En volgend jaar ploegmaat van Van Avermaat. Ja. De twee boys vinden elkaar terug bij de Fransen. Allee, Italië blijft rijden wel. Ja. Côte du Lesot heeft weinig opgebracht. En dan gaan we terug naar die Restergal. Maar we gaan even bekijken welke mannen hier zitten. Trentin, Bistrum, Chimolai, Van der Poel, Ulissi. Ja, Belgisch blok. De Kort zit hier ook nog voor Nederland. Ja, Garcia Cortina natuurlijk, Christophe, Demar, Boye Costa, Akkerman is er ook nog bij. Drucker, de nieuwe kampioen van Luxemburg. Sinds lang geen Bob Jungels daar. En dan hebben we nog wat kleinere namen. Stijmle zit er ook nog bij van de Koenig. En welke mannen zitten hier al? Ja, Philipsen is er dus af. Kampenaerts ook, hebben hun werk gedaan. En dit is de groep met Affini en Boaro. Die hebben ook hard gewerkt. Nog wat Fransen. En natuurlijk ook Ballerini. Ja. Een van de vroeg geklopte outsiders op dit Europees kampioenschap. De laatste 20 kilometer zijn ingezet. En we gaan opnieuw naar de Restergal. En gaan we daar nog eens aanvallen met Van Avermaat. Ja. Waarom niet? Greg is toch niet top vandaag. Dus we kunnen maar proberen. Voilà. Aanval van Avermaat. Trentin reageert vrij gezwind. Ja, die is echt wel keihard aan het werken, hè, Matteo. Die gaat niet voor eigen rekening rijden, nee. Het zal voor Ulissi zijn, vrees ik. Voor Trentin, vrees ik dan. Voor ons is dat misschien wel beter. Liever sprint tegen Ulissi dan tegen Trentin. Maar hij dicht wel het gat. Matteo Trentin. De renner van CCC. Ploegmaat van Gregske natuurlijk. En wij gaan terug naar die Restergal. En die gaat dan over in de Côte du Lesot. En we krijgen een aanval. Ja, MVDP. Van der Poel gaat aanvallen. En dan moeten we mee zijn natuurlijk. Naast ze gezwind hoor. Naast ze makkelijk. Kijk eens hoe makkelijk. Voilà. Op het wiel. Ulissi ook. En Stijven zit er ook bij. Demar is mee. Cortina. Costa zit erbij. Christophe. En Vakoch is er ook bij voor Tsjechië. Ja. Maar Christophe denkt in zichzelf, ik ga door hoor. Op de Côte du Lesot. Ja, doe een keer zot op Lesot, zegt hij Christophe. Maar naast ze gaat het dichtknallen. Ja. Oh, Stijven rustig. Niet onstuimig. Naast ze moet dit dichten. Stijven is onze snelste man. 74 sprinten. Ja, oké, okay. Naast ze komt wel in de buurt met zijn goede dagvorm natuurlijk. Hij zit op 74 ook sprinten, maar oké. Naasten heeft al wat gewerkt, dus we gaan gewoon alles op stijf inzetten. Maar Cortina, die denkt, ik ga nog eens versnellen. Demar vlot in het wiel, Van der Poel ook. En Ulissi dicht het gat samen met Naasten.
Ja, naast ze zit er wel door nu. En we gaan eens aanvallen met Stijven. Nou, die sprint. Als we aanvallen gaan we beginnen sprinten. Dus dat is niet oké. Even de benen stilhouden. En het valt nu stil. Voilà. Stijven naar het wiel van Naassen. We gaan aan de sprint beginnen, mannen. Met 9 renners gaan we sprinten hier in Plouet. En Demar zit erbij, hoor. Demar zit erbij. Christophe ook. De sprint is ingezet. Wie gaat het halen? Wordt het Demar, Stijven of Christophe? Ja, nee, nee. Er is niets aan te doen. Deze man is in bloedvorm. En het is zowel Pro Cycling Manager als in real life. Arnaud Demar is Europees kampioen 2020. In de virtuele versie dan weliswaar. Maar hij heeft een enorm grote kans om vanmiddag ook te winnen, denk ik. Het zal hij of Van der Poel worden. Dat is mijn gok. Maar oké, we zullen zien wat het wordt. Christophe is tweede en België wel op het podium met brons voor Jasper Stijven. Maar kijk eens, wat een machtige sprint. Arnaud Demar. Christophe kwam nog, maar nee. De Fransman was uiteindelijk echt wel de sterkste in koers. Reageerde daar net ook nog gezwind op de late uitval van Cortina. Oké, Christophe had ook wel al een serieuze pijl verschoten op die Côte du Lesot. Maar het is voor Arnaud Demar. Christophe heeft zilver, Jasper heeft brons en Van der Poel valt ongelukkig net naast het podium. Dan Cortina, Olisi, Naassen, Vakok, Rui Costa, Kosnerfa, Akkerman, Drucker, Linhart, Albassini, Genietz, Calmejean, Van Avermaat op 17, Trentin vinden we terug op 18. 24 en 25 zijn Maurice en Van Marke. De Kort vinden we terug op 32. Philipsen op 33. En dan gaan we nog eens zien of we hier nog wat Nederlanders of Belgen terugvinden. Ja, ze zitten ver. Van der Leijken vinden we wel voor Nederland op 60. Wening op 61. Kampenaerts op 67. En David van der Poel op 71. Dit was het Europese kampioenschap op mijn PCM, op mijn Pro Cycling Manager. Arnaud Demar heeft gewonnen. En we zullen zien wat vanmiddag wordt. Bedankt om te kijken en bye bye.